Goedemorgen, daar zijn we weer. Vandaag met drie heerlijke recepten voor smoothies. En ik ga jullie vandaag laten zien wat mijn drie favorieten van deze week zijn. Het zonnetje schijnt buiten, wat betekent dat ik vanaf deze week mijn havermout heb ingeruild voor een smoothie. Smoothies zijn voor mij ideaal, begin van de dag. Zo gemaakt, je kan het preppen waar nodig. Je krijgt op een hele makkelijke manier al je groenten, al je fruit binnen. Om te beginnen vries ik bananen in, het liefst de rijpe bananen. De bananen die al de spikkeltjes hebben, die zijn wat zoeter. Ik leg ze op zijn bord, snij ze in vieren. En die bewaar ik vervolgens in de vriezer. Dat zorgt ervoor dat je smoothies lekker koud zijn en tegelijkertijd ook romig. Ik ben heel erg fan van banaan, maar je kan er ook voor kiezen om bijvoorbeeld avocado te gebruiken of courgette of gewoon peer. Mango is ook een hele goeie. Deze gaan in de vriezer. Als ze helemaal hard zijn, doe ik ze daarna in een bakje, een Tupperware bakje. Op zo'n manier zorg je ervoor dat niet alles aan elkaar plakt en is het dus in de ochtend net al even wat makkelijker om je smoothie te maken. We zijn 2 uur verder. De bananen zijn inmiddels helemaal bevroren. Wij gaan deze allemaal gebruiken in de smoothies die we nu gaan maken. Ik kan me zo voorstellen dat je er niet 3 tegelijk gaat maken. Dus wat je dan doet, is je pakt er 4 stukken. Het fijne aan de banaan is dus als je 4 stukken altijd snijdt, dan weet je dat die 4 stukken 1 banaan is en dan weet je ook hoeveel je nodig hebt. 4 stukken banaan zijn in principe de basis van elke smoothie. Ik ga jullie nu laten zien hoe ik mijn meest favoriete bosbessen smoothie maak. Deze is echt oprecht binnen 2 minuten klaar. En dit is er dan ook een die ik vaak 's ochtends heel eventjes in de blender gooi. In een groot glas schenk en meeneem en opdrink in de auto of wanneer ik op weg ga naar een afspraak. Dus ideaal in de ochtend als je niet zo heel erg veel tijd hebt. 4 stukken banaan. Een flinke hand bevroren frambozen. Dan ongeveer 100 ml melk. Hop. Flinke eetlepel notenpasta. En pompompitten. Dit is eigenlijk het enige. Meer dan dit heb je ook echt niet nodig. Deksel erop. Deksel erop. Je kan hem versieren met bijvoorbeeld bevroren fruit, gewoon fruit, gedroogd fruit, noten, pitten, zaden, alles wat je lekker vindt. Wij hebben gekozen voor hennepzaad, voor pompoenpitten en voor sesamzaadjes bij deze heerlijke paarse smoothie. Bij de mango courgette smoothie hebben we de ranola gebruikt. Het recept daarvoor vind je op de site. Zullen we ook heel even linken onderaan de video. En bij de frambozen smoothie hebben we gekozen voor kokos, frambozen en chiazaad. Maar je kan met deze smoothies natuurlijk variëren totdat je een ons weegt. Dit is hoe je hem opmaakt op het moment dat je 's ochtends wat meer tijd hebt. Wil je hem nou in de auto drinken, giet dan de hele smoothie plus topping in een grote beker en drink hem op terwijl je op weg naar werk bent. Dit zijn mijn favoriete smoothies van afgelopen week. We zullen de recepten heel even onderaan de video plaatsen. Ben je benieuwd naar de courgette mango smoothie of de frambozen dadel smoothie? Dan klik heel even hieronder. Ben je benieuwd naar nog meer lekkere recepten en je volgt ons nog niet op Instagram en op Facebook? Zeker heel eventjes doen. Wil je op de hoogte gehouden worden? Abonneer je dan heel even op ons YouTube kanaal. Zouden we heel erg gezellig vinden. Wij gaan deze nu eten. Ik hoop jullie ook. En ik zie jullie zondag weer. Een hele fijne dag voor jullie allemaal.